Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij een omslagdoek haken. En ik kreeg een vraag of ik een omslagdoek zonder punt wilde haken. In verband met een rolstoel. Dus dat heb ik gedaan. En dat is deze omslagdoek geworden die jullie zien voordat je de video aanklikt in de thumbnail. En misschien ook al wel op mijn groep. Was nog wel even een dingetje, want makkelijk, ik dacht 3 vakken, dan is het middelste vak, zit er geen punt in, klaar. Maar dan sloeg hij niet lekker om je heen en ik wilde toch ook weer even iets anders dan een gewone omslagdoek. Dus ik ben van 3 vakken naar 4 vakken gegaan, op een gegeven moment naar 5 vakken en toen was ik al voor 3/4 klaar. En toen dacht ik, nee, 5 vakken is hem ook niet. Dus weer uitgehaald, dus deze heb ik gehaakt met Julia garen, die ik al 6 keer heb uitgehaald. Dus echt bijna net zo dun als Royal garen inmiddels. Maar hij is dus nu klaar. Het is veel haken met relief. Maar erg leuk om te doen. Ik ga hem jullie laten zien hoe ik hem heb gehaakt. Julia garen had ik al gezegd van de Zeeman. En haaknaald 8. Deze mooie haaknaald heb ik van mijn verjaardag gekregen van mijn dochter. En heel blij mee. Ik gebruik hem ook veel. En ik ga jullie laten zien hoe we gaan beginnen. Hier. Nou, oké. Ik heb trouwens 6 bollen Julia gebruikt. Maar hou me daar niet aan vast. Want misschien vind je hem iets langer mooi of wat dan ook. Dus doe gewoon wat je wil. En hij is, ja, hij is mooi. En heel, heel warm ook. Dus ik moet opschieten voordat de winter om is. Als jullie er nog plezier van willen hebben. Daarom gaan we snel beginnen. Zo. We beginnen met 4 lossen. Zo begin ik eigenlijk altijd met omslagdoeken. 2, 3, 4. En die verbind ik met een halve vaste. Zo. En dan doe ik 1 losse. Dit is een manier zoals ik hem doe, om het eerste stokje te maken. Maar vind je het nou mooier om met 3 lossen een stokje te maken, doe dat gerust. Maar ik doe altijd 1 losse en dan doe ik een stokje maken. Dus door die 1 losse heb ik al een beetje de opbouw naar boven gedaan. Kijk, en dan maak ik een stokje. Dan krijg je wel dat je dit iets ervoor ziet, maar dat vind ik helemaal leuk. Want hier op deze rand, die we straks gaan doen, ja, vind ik leuk. Dus, maar doe... Doe gerust wat je zelf wil, hè? Nou, ik begin met, even kijken. Nu ga ik 8 stokjes ga ik maken in totaal. Dus ook die eerste telt mee. 2, 3, 4. Jeetje, even mijn bolje heen halen. Ligt bijna... Ik ben in de gang, zeg. Jeetje. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. En 8 sokjes. Stel, wat doe ik nou raar met die laatste? Wacht even. Dat voelde niet goed, dus ik even over. Nou ja, kijk, nu heb ik 8 stokjes. Ik tel ze nog even na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus dat is dit stukje hebben we nu gedaan. Oké, 8 stokjes. Dan doe ik 1 keer lossen. Ik draai mijn werk. En eigenlijk zoals je ziet heb ik deze ook meteen weggewerkt. Hè. Die kan ik eigenlijk al afknippen. Maar dat doe ik nu nog niet. Maar kan al wel. Dus ik heb 1 keer lossen gedaan. En dan... doe je een stokje, losse, stokje, losse, enzovoort. Dus ik doe een stokje. Weer op die 1 keer lossen. Dan doe ik een losse. En doe ik in de volgende een stokje. Doe ik een losse. Een stokje. Een losse. Lossen. Een
En dan moet je zorgen dat je weer 8 hebt. Zo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en een losse en 8. Kijk, en omdat ik dan begin met een losse en een stokje in plaats van 3 lossen, heb ik ook gewoon een stokje waar ik in kan eindigen in plaats van de derde losse te zoeken. Ja, ik vind dat fijn. Kijk, nou, dat is de tweede rij. 8 stokjes. Zie je? Nou, dan gaan we verder. We doen een keer lossen. En dan gaan we dus, we hebben nou deze gedaan en dan gaan we naar de volgende rij. En dan doen we een stokje. En dan doen we 1 lossen. En dan doen we in de volgende 2 stokjes. Gewoon bij elkaar in 1 steek, 2 stokjes. Dan doen we 2 lossen. Dan doen we weer 2 stokjes. Twee lossen. Twee stokjes. Twee lossen. Dus het viel wel op, hè? Hier deed ik bij de eerste, na het eerste stokje, deed ik 1 lossen. Daarna doe ik overal 2 lossen. En 2 stokjes. Twee lossen. Zo. En nog voor de laatste keer 2 stokjes in 1. Nou, ik had hier 8, dus ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 groepjes van 2. En dan krijg ik aan de... Hier moet ik dus weer 1 losse tussen doen, want daar ben ik ook mee begonnen. Dus 1 losse en dan in de laatste doe ik 1 stokje. Zie je? Nou, ik kan het er zo op leggen. Dus nou hebben we deze rij gedaan. Dan ga ik de volgende rij doen. En nu gaan we dus meerdere, dat is, ik kan het wel zien zo, deze rij ga ik nu doen. Dus, we beginnen met 1 keer lossen. En dan doen we in de eerste, doen we een stokje. Dan zei ik net, na het begin en het eind, doe je altijd 1 lossen. Dus hier blijft altijd 1 lossen. En daarna gaan we verder. Dan gaan we dus... In de eerste gaan we dus een reliëfstokje voordoen. Dus zo, je steekt hem achterlangs naar voren, je draait om en dan maak je een reliëfstokje. Maar omdat we moeten meerdere, gaan we in dit stokje daarbovenin, in het V-lusje, gaan we een gewoon stokje doen. En in de laatste doen we weer een reliëfstokje voor. Dus we steken van achter naar voren en we maken een reliëfstokje. Zie je? Dan doen we 2 lossen en dan gaan we naar de volgende. Dan doen we precies hetzelfde. Kijk, deze V, zo kun je het beter zien, deze V gebruiken we zo, maar we gaan om te meerderen. Maar we gaan eerst het reliëfstokje in de eerste doen. Een reliëfstokje. Dan zoek je deze V op. En daar doe je een stokje. En dan eindig je ook weer met een reliëfstokje. En 2 lossen. Kijk, want we gaan nu dus deze rijen zijn we nu aan het maken. Kijk, en je krijgt hier zijn wij nu. En dan straks krijg je dus dat er 2, 3, 4 tussenkomen. En je begint dus met een reliëfstokje en je eindigt met een reliëfstokje.
Dus we doen weer twee losse. En dan doen we een reliëfstokje voor. En dan doen we tussen, op het V'tje doen we een stokje. En we doen weer een reliëfstokje voor. Dus je meerdert elke keer aan het begin. Dus twee lossen. Reliëfstokje voor. Een stokje op het V'tje. En een reliëfstokje voor. Nou, en twee lossen. Reliëfstokje voor. Eentje op het V'tje. En een reliëf voor. Zoek deze uit beeld meer, want gaat hij daarop scherp stellen. Nou, twee lossen. En dit is mijn laatste. Ik wil even stokje voor. Stokje op het V'tje. Wil je even stokje voor. En dan moet ik weer naar de laatste, het laatste stokje toe. En dat doen we altijd met één losse ertussen. En dan doe ik een stokje. En een keer lossen. Dus als jouw lapje er ook zo uitziet, doe je het goed. Oké, we keren weer. En we gaan verder. Dat is het laatste van de bol. Zo. Oké, nou, we beginnen weer met een stokje. En dan altijd één lossen. Nou, dan gaan we hierheen. Nou zit het reliëfstokje voor. Zit nu eigenlijk achter. Dus we gaan nu de tweede ronde gaan we een reliëfstokje achter maken. Dus we slaan hem om. En dan gaan we naar achter naar voren. Dus je draait eigenlijk je werkje. Dat is het makkelijkst. Draai je even iets om. En dan haal je hem zo naar voren. En dan maak je een reliëfstokje achter. Dan moeten we weer meerdere. En dat doen we in het V'tje van het stokje. Zie je dat? Dan zie je het V'tje, daar doe je een stokje in. Dan doe je in de volgende een gewoon stokje. En dan zijn we weer bij het reliëfstokje voor, wat een reliëfstokje achter is geworden. En dan doen we ook een reliëfstokje achter. Dus we draaien ons werkje weer om. Doen hem zo. En dan nemen we de draad mee terug. En je maakt een reliëfstokje achter. Dan doen we twee lossen. Dan gaan we naar de volgende. Een reliëfstokje achter. Dan in het V'tje van het stokje. Een gewoon stokje. En dan een gewoon stokje. En dan weer een reliëfstokje achter. Twee lossen. En dan weer een reliëfstokje achter. Ik ga nu even gewoon wat sneller. Maar je kunt hem ook op langzame snelheid afspelen. Hè? Nou, in het V'tje een gewoon stokje. Nog een gewoon stokje. En dan roezen we mijn draad. En dan doe je weer een reliëfstokje achter. En twee lossen. En twee gewone stokjes. Dus dan ben je al aan het meerdere van, want we begonnen straks met één stokje. En dan doe je allemaal tussen die reliëfstokjes. Dus dan krijg je mooi die straks die, kijk, dit ertussen. Nou, en dan gewoon een stokje.
Een reliëfstokje. En dan even kijken, nog één keer, dus twee losse. En vergeet niet te meerderen, want dan ga je, anders ga je meteen fout hoor. Dan kom je qua aantal niet uit. En dat meerdere doe je altijd in het groepje in de eerste. En verder niet. Verder meerder je niet. Gewoon in de eerste van elk groepje meerder je. Nou, en dan ben ik weer bij het eind. Dus dan doe ik weer één losse. En dan gevolgd door een stokje. Eén keer lossen. Nou, dan heb je nu heb je dit. Je, hebt nu, je bent nu aan het opbouwen naar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vlakken. Nou, wat gaan we nu doen? Want ik denk dat jullie nu wel een aardig eentje komen. We gaan nu, zoals je hier kunt zien, heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5. En eigenlijk moet je dit nog als 6 zien. 6 rijen heb ik gedaan. En dan gaan we dus over naar een andere steek. Dus doe met mij mee. 6 rijen, dus je gaat nu verder meerderen. We zijn nu van 1 naar 2 gegaan. Nou, ga je automatisch naar 3, naar 4, naar 5 en naar 6. Als je die rij hebt gehad, dan ga je weer verder met de video. En dan gaan we de volgende steek doen. Dus tot zo. Zo, ik heb mijn 6 rijen gedaan. Ik heb alvast 1 keer lossen. En nu gaan we dus een ander patroontje haken. Omdat ik gewoon een stoere omslagdoek wilde, heb ik, heb ik hier een ander patroontje gedaan. Nou, en dat ga ik uitleggen. En die heb ik, ik leg de rest straks zo uit. Ik wou weer wat gaan vertellen, maar anders wordt allemaal te verwarrend. Dus ik begin met, dat is normaal, 1 stokje, 1 losse. En dan gewoon, relief stokje voor is nu aan de beurt bij mij. Dus dat doe ik ook. Dan meerder ik. Dat gaat ook gewoon zoals normaal. En nu ga ik dus de nieuwe steek doen. En wat is er aan de hand? Hoe gaan we dat doen? Het is echt niet zo ingewikkeld. Niet heel erg, ingewikkeld. Dus het is reliëfstokje voor, reliëfstokje achter, reliëfstokje voor, reliëfstokje achter. Maakt niet uit hoe je begint. Ik begin gewoon met voor. En dan doe ik eentje achter. En doe ik weer eentje voor. En dan doe ik eentje achter. En dan nog eentje voor. Nou, en dan zie je dat hier dit reliëfstokje weer zit. Daar blijf je af, dus doe ik alleen nog eentje achter. En dan doe ik gewoon weer mijn reliëfstokje. En mijn twee lossen. Nou, nu heb je de eerste gedaan en die pakt eigenlijk rij 6 ook een beetje mee. Maar die gaan we dus niet meetellen met de rijen. Dus, en wat je nu verder doet, want ik kan nog wel een heel eind met jullie meehaken, maar ik denk dat het eigenlijk zo wel duidelijk is. Dus hier heb je 1, 2, 3, 4, 5 en 6 rijen met stokjes. En dan doe je 3 rijen met relief. En wat is nu precies de bedoeling? Want stel je nou eens voor dat ik dit allemaal af had. Dan draai je om. Dan ben je dus bij de volgende. En dan ga je dus gewoon, dus stel je voor dat ik nu hier aan het meerderen ga, of verder ga, dan ga ik hier een reliëfstokje, even kijken hoor, dat wordt dan achter. Zo. Ik doe het maar even gewoon zo. En dan doe je dus meerdere. Andersom, hè. En dan doe je dus het reliëfstokje wat hiervoor was, doe je dan achter. Dus precies omgedraaid. Dan doe je de volgende, die was achter, die doe je nu voor. Dus dit is dan rij 2. Dus wat achter is, wordt voor. En wat voor is, wordt een reliëfstokje achter. Dan weer een voor.
Nou, en dan pak je van de vorige rij het stokje wat gemeerderd was, die pak je dan als achter. En dan heb je je rij af. Nou, en dan doe je dus gewoon reliëfstokje achter. Eén losse en een vaste. Nou, mijn wol is bijna op. Draai ik hem even naar de goede kant, zie. En dan krijg je dus dat leuke reliëfje. Dit doe je dus drie rijen. Dus nu de volgende rij zou je dit reliëfstokje weer doen. Dan meerder je in dit V'tje. En dan wordt dit een achter en dit wordt een voor. Dus precies het tegenovergestelde. Dit doe je dus drie rijen. Daarna doe je, dus ik doe dit even aan de kant. Ik ga nu het laatste uitleggen. En pak even alles erbij. Dat is dus deze zijn dat. Zie je? Dit waren de zes stokjes rijen. Dan drie rijen relief. Dan doe je er weer zes. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dit lijken ook reliëfstokjes, maar dat zijn gewoon omdat ze daar begonnen zijn. Maar dit is gewoon een rij gewoon. En dan doe je 4 rijen reliëfstokjes. Doe je weer 6 rijen en dan doe je 5 rijen reliëfstokjes. Weer 6 rijen en dan 6 rijen reliëfstokjes. Nou, en zo ga je door. Ik heb dit met Julia gehaakt. Daarna heb ik trouwens franjes gemaakt. Kijk, franjes. Franjes doe ik altijd 3. En dan worden er dan 6. Dus 3 dubbel en dan worden er 6. Doe jij deze omslag, doe ik nou met royal of met dunne garen haken. Dan zal je waarschijnlijk nog iets extra's hier moeten doen. Omdat dit vrij grote wol is en grote haaknaald. Dus maar doe hem gewoon pas elke keer eventjes. En doe hem even om en zeg nou, dit is eigenlijk wel mooi of er moet nog wat bij. Je snapt me wel. Dus het gaat echt wel lukken. Maar hou er wel rekening mee dat met andere garen dat je net iets meer nodig hebt. Nou, dan bij deze wens ik jullie heel veel plezier met haken. Ik ga weer verder haken, want ik ga een volgende video sokken. Ga ik verder haken. Nog een paar sokken. Leuk. Het is nog steeds koud, dus kan nog. Nou, heel veel plezier en tot de volgende video.